Onze vereniging die bestaat nu 40 jaar, daarom vieren we dit jubileum. En de meeste mensen die lid zijn, zijn geïnteresseerd in Scandinavië, zijn er ook vaak geweest. En een enkeling is in Scandinavië geboren en woont nu in Twente. Maar het is echt een vereniging van mensen die vooral na hun werkzame leven dus vaak naar Scandinavië gaan. Dus je ziet hier heel veel gepensioneerden. Het is nu de 17e mei. Dat is precies de datum van de Norges Nationaaldag. En daarin wordt eigenlijk gevierd dat Noorwegen zelfstandig werd, los van de Unie met Zweden. Ja, ik ga er nog ieder jaar naartoe, als het kan, zomers en 's winters. En Noorwegen is voor mij het favoriete land. Zweden is ook mooi, maar Noorwegen is net een graadje mooier. Toen u met pensioen ging, toen kreeg u een reis aangeboden. Die reis heb ik toen ook gemaakt met mijn echtgenote. We zijn toen naar Lapland geweest. Hebben we 7 weken rondgetrokken. Helemaal langs de westkust van Noorwegen tot het puntje in Noorwegen op de grens van Rusland en Finland en Noorwegen. 3 landenpunt. Daar is hele streng grenscontrole. Als je de grens daarover zou gaan, word je door de Russen gepakt. En dan heb je moeite om weer vrij te komen, want ze zijn daar heel erg streng. Dat 3 landenpunt is een heel bijzonder punt. Dat is het enige punt op het vasteland ter wereld waar 3 tijdzones bij elkaar komen. In Rusland, Finland en Noorwegen is het steeds 1 uur tijdverschil. Dus dat is heel merkwaardig. Ik heb weinig contacten met plaatselijke mensen. Ik ben meer een individualist die daar gewoon zelf rondtrekt. Natuur is het allerbelangrijkste. Ja.